Welkom bij een item waarvan ik dacht dat hij al gemaakt was, namelijk de favoriete indie games van, van jou, van Shanna. Ja. Heb je dat nog nooit gedaan? Ik heb, uh, mijn eerste item hier was uh, mijn favoriete games aller tijden, ja. uh, maar dat waren niet per se indies. En ik ah. heb dus, uh, omdat ik meestal buiten de triple E uh, boot val ja. eigenlijk, uh, heb Expert, ik aan jij jij gevraagd van hey kunnen we een keer indie games wandelen, oh, okay. ja. want dat was vroeger wel. Alleen lang, lang geleden zijn er indie games bij Gamekings uh, apart behandeld. En ik dacht, nou. Echt apart. Ja, soms kan ze wel. Ja, dat heb je gewoon geclaimd. Ja, ik heb gewoon gezegd, hé, hey, dat is weer meer mijn ding en daar wil ik meer mee doen. Dus bij deze. Ja, ik, eigenlijk... ik, heb, ik heb er uh, ook wel een paar, maar ik heb er eentje en dat is de beste ooit. Dus als die er niet tussen staat, dan ben je gecanceld. Nee, nee, dat, 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 dat kan pas natuurlijk aan het eind. Kan nee, ik dat, nee. Uh, kan dat ik dat doen we dit niet aan? Shit. Je hebt volgens mij tien games. Niet allemaal in, uh, in een order. Nee, ik, kon, ik kon letterlijk gewoon geen nee, uh, top 3. Dus drie je baby's binnen. kiezen? Ik kon niet kiezen. Nee, ja, ik kon wel kiezen. Maar ik kon ze niet op waarde oordeel. Want het zijn allemaal zulke verschillende games. Dat ik eigenlijk ja, ik ja, de ene vind niet. ik juist het vetst hierin. En de andere vind ik het vetst daarin. Ik vond het heel, heel moeilijk. Je, zo je bent zo'n Melania met keuzestress natuurlijk. Ja, echt ik ben zo. dat ook hoor. Ook belstress. Ja, dat heb ik ja, ook. Ja, precies. Ja, Meer nog dan, dan een we. lijstje van games maken. Ja, zeker. Ja, maar niet bellen. Nee. Nee, ja. nee, maar jouw keer kunnen dus ook geen lijstje met games maken. Nee. Ja, nou, ik heb het nu dus tien. En dan zeg ik net vijf minuten dus voordat ik... we beginnen. Zeggen, oh ja, er moet er nog één. Bij. Want dat is een mansion. <laughs> ja, dat is een honorable mansion. Ja, nou, maar laten misschien we, laten we die laten voor het laatste doen dan. Nee, daar begin je altijd mee. De honorable dan, mention ja, die er niet in staat. Ja, dat is gek eigenlijk, misschien nu je dat zo zegt. Maar ja. wij doen de honorable mentions bij Game altijd op het begin. Want okay. this one didn't make the cut. En dan de rest die wel uh, okay. uh, gewonnen hebben, als het ware. Triomf hebben gevierd. Zo, uh, so, oké. Okay. Ja, dat is hoe we dat doen. Yeah. En niet daarna nog een staartje met van ja, deze is het net niet geworden. Dat, dat voelt, dat voelt okay. gek. Het voelt als een anticlimax. De um, honorable mention is Fran Bow. Ja. En dat is een, een point-and-click puzzle game. Het uh, is super trippy. Hoeveel point-and-click puzzle games gaan we krijgen, denk je? Even waar is mijn lijstje? Vijftien. Van de tien. Uh, best veel. Ja. Nou, ja, nou, valt best wel mee eigenlijk. Want ook in je veel favoriete games aller tijden stonden ook, volgens mij, wel point-and-clicks. Weinig. Oké. Okay. Veel platformers en die echt die Crash Bandicoot en Spanje. Mist, stond en... dat erin? Mist stond erin. Nou, weet ja. dat tenminste nog. Maar Frembo is gemaakt door een Spaanse studio en... Er um, cool uit. Uh, het, het, je bent een meisje die uh, in een mental hospital zit, en dan krijg je uh, pillen voor je sanity, zeg maar. En als je die pillen neemt, zie je dus dit soort shit. Verand... Dus je, je hebt een scène, ja. zoals dit: je hebt één je hebt scène. Ja. En als je dan een pil neemt, dan oh, zie plek. je het op een andere manier. Dus dan kan je uh, puzzels oplossen door wel of niet aan de pillen ergens. Het is super trippy, het is gewoon een bad trip, de hele game eigenlijk. Um, en dat is vaak met Spaanse ontwi ontwikkelaars van dingen. Uh, Guillermo <laughs> del Toro is ook, weet je wel... Die is het, ook gek. Daar die is dus trouwens ook... niet gek meer, hè? Heb je de laatste paar films gezien? Nee. Super boring. Ja, uh, hoe heet die ook weer? Ellie. Iets met Ellie. Nightmare Ellie. Ja, ja, die heb ik nog niet gezien. Vrijstuk. Ja? Super boring. Oh. Die lady in the water of wat voor ding ook weer in het water zat. Die reptiel. die het Ja, die vond ik nog wel tof. Nee, vond ik echt vreselijk ook. Oh. Er gebeurde toch helemaal niks. Behalve dat er, ja, er vond, in de water. Zit. Ja, maar het gaat om de sfeerzetting denk ik dan. Maar ik vind ja, de Spaanse heeft, nou, dingen wel, zijn vaak wel. heel luguber. Ja. En dat, dat zie je hier ook heel erg in terug. Uit, uit welk jaar? Dit? Ja. Is het oud of is het nieuw? Uh, ouder. Ouder. Ja, precies. Ouder. Ja, ik zou niet durven gokken. Nee, maar het ik is denk niet 2017, uh, ja, nou okay. nou nog wel ouder. Ik denk 2013 of 14 misschien wel. Ja, oké. Okay. Nee, maar, ja, dan maar dan het is niet echt een oude kant. kant. Ja. En waarom dan de mens? Waarom heeft het, ja, nou, omdat ik gewoon vergeten de... was om eraan te denken gisteren. Oké. Okay. Het ja. Ja. is moeilijk inderdaad ook om een lijst te maken. <laughs> Vooral uit heel veel uh, Ik heb zoveel die games gespeeld. Ja. Omdat eigenlijk op, op mijn stream had ik altijd What The Friday. En dan ging ik op vrijdag altijd vaag shit spelen. En dat ja. waren meestal die games. Ja. En dit past daar perfect in. Uh, maar dit ik had er gewoon wel, niet ja. aan gedacht uh, toen ik het lijstje moest sturen. En toen inderdaad net dacht ik, oh die. Oh, die ben ik vergeten. Ja. Uh, maar het is wel echt een aanrader voor mensen die van dat soort van drugs houden. Nou, het is gewoon heel trippy. Ja. Het is echt inderdaad gewoon. Uh, kan je ook weer terug dan vanuit de? Ja, uh, ja precies. Ja, je de pil. kan pillen nemen en pillen, dan klik je weer en dan is hij weer weg. Ja. Dus soms dus kom je in een kamer zitten, heel uitgewerkt. tof uit en gewoon, nou tof. Het is allemaal een beetje dark. <laughs> ja. Um, maar dan moet je ontdekken wat er gebeurd is of zo, of je moet ontsnappen en dan kan je alleen een deur zien als je pillen hebt genomen en ja. zit er een zwarte schim of in de hoek of... Welke game doet dat nog meer? Dat soort uh, light and dark of, of fl flips dat je ineens inderdaad een soort van dan wel ineens een deur ziet en, en, en... Uh -huh. ik weet het niet zo goed meer, maar dat is, het is niet bright, nee. Nee, het is die ene upside down game denk ik waar je hoeft, die zwart-wit, of niet? Nee. Maar er is wel iets... Nee, ik weet het niet meer. Hm. Misschien kom ik er zo nog op. Maar deze heeft het, heb ik inderdaad niet nee. aan gedacht. Maar eigenlijk als ik een top 11 had kunnen maken... Dan het is, nu een, een, een <laughs> het is een top 10 en een half. Het een top 10 een Honorable Mention. Uh, honorable <laughs> ja. mention. honorable mention. mention. Nou, wat heb je in de echte top 10? En dan niet tien. per se op 10, maar gewoon... Nou ja, we hebben één, hem net uh, bij Brief van Maandag al genoemd. Uh, The Witness. Uh -huh. ja. Ja. Uh -huh. Jonathan Blow heeft dit gemaakt. De maker van Braid. Ja. Um, en dit is, dit is een game die... Uh, die me heel erg aan Mist deed denken. Wat echt een van mijn lievelings... Dat weet iedereen nu inmiddels wel. Dat het gewoon ja. een van mijn lievelingsgames is. Um, met eigenlijk heel veel uh, dus, ja, eigenlijk 2D puzzels. Maar ook dus 3D puzzels um, die van het 2D zijn afgeleid. Het houdt helemaal niet... je hand Je krijgt geen uitleg. Uh, dus de enige manier om erachter te komen hoe je die dingen oplost, is gewoon doen. Doe shit trial doen. and error. Ik vind het er heel mooi uitzien. Het is te gek. En er zit ook een ode aan mist in. Want in mist heb je, uh, als je het eerste boek vindt, ga je naar een, um, een omgeving met bomen, met plat platforms. En dat je van boom naar boom moet lopen met een waterleidingpuzzel. Yeah. Um, daar zit ook een deel van The Witness: zit een, waterleiding, bomenpuzzel. Ja, uh, er zitten bomenpuzzels in. En het, dat is een echt uh, een oprechte ode aan mist van de maker. Um, en je hebt een, een secret ending. En, en eigenlijk, ja, er al, je bent al in zo'n spook, spookjesachtige wereld. Dus het is een beste. eiland. En er zijn ook environmental uh, puzzles. Dus je, je hebt niet alleen die puzzels die je echt voor je ziet. maar ook... Um, het is eigenlijk allemaal een stipje met een lijn die je doorheen moet trekken. Maar ja. Soms heb je het stipje op een gebouw zitten. en als je net van die hoek kijkt. zit er een lijn aan vast die je via een boom kan doortrekken. en weet ik het. Dus het, het leert je echt op een andere manier kijken naar je omgeving. En ja. toen ik dit voor het eerst heb gespeeld, toen zag ik ook overal waar ik kwam. Ik op het station of weet ik veel, dacht ik... Oh, als ik nou hier ga staan, dan kan ik precies zo dat rondje... daar doortrekken met die treinrails en dan kan ik die... Weet je dat is dat is knap dat ze inderdaad soort van, dat je, dat ze mensen doen laten nadenken over gekke perspectieven. Ja. Gewoon, en je kan er voor de rest niet zoveel mee. Behalve nee, dat mensen cool. dus nu in het echt inderdaad dat zijn gaan doen. Ja, een soort Tetris-effect. Dat, dat ik nomineer hem vrij hoog is. in jouw top 10, kan ik je veel vertellen. Ja, ik heb hem ook meerdere keren gespeeld. Want die puzzels onthoud je echt niet allemaal. Nee? nee. Oké. Okay, dus de de regels wel, een... wel, soort van. Ja. Maar ik heb hem denk ik al drie of vier keer ik ben nu ook ben wel benieuwd ik wil hem misschien ook wel een keer spelen ja? ja ik ja je hebt ook een heel hidden ding als je hem al een keer hebt uitgespeeld dat je nog een keer terug kan en dan een ander einde krijgt en je kan hem 100 procent dat heb ik nog nooit gedaan zo die hard ben ik nou ook nee, niet nee zo ben ik ook niet maar nee ik ben wel geïntrigeerd ja. Ja, het is te gek het is echt te gek ja um, volgende op het lijstje is een super artsy game uh, The dream machine wow en, uh, klei 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 boy klei klei het is klei en, ja. en 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 karton en watjes, en um, ja. super stopmotion, stopmotion ja. Wallace Gromit-achtige, uh, heel eerie ook, al een heel dik Is het weer Spaans? Nee, oh. niet dat ik weet. Ik weet eigenlijk niet waar dit wow. vandaan komt. Ja, dit is als je dit... Oh, God, dit is zo vet, kijk dan. Dit zijn blaadjes van bomen, die is gewoon, dit is gewoon is cool. Mooi gedaan. Ja. En op de social media van deze studio kan je ook zien... Oh, waarom weet ik dit niet aan mijn hoofd? Slecht, slecht van mij. Wat? Nou, dat, hoe die studio ook weer heet. Nou, uh, maar dat kan je best wel vinden. Ja, um, maar dan kan je op hun social media zie je ook de making-of, uh, want het is allemaal miniatuur. Ja, precies. Um, en kijk, daar heb je broccoli als bomen. Vet leuk. <laughs> daar word ik gewoon blij van. <laughs> ja, dat snap ik heel goed. Wat moet je doen in de game? Het is een puzzelgame. Okay. Kijk nou. het ja, is toch vet. Ten. Dit een soort Asher-achtige Matrix-ding. Maar um, puzzelen het, Je komt er, je woont... Het lijkt eigenlijk, op een point en click een beetje. Het is een point en click <laughs> toevallig. <Het> <laughs> ja. Dus ik, ik zie een thema. Ja. Um, maar uh, ja, je, je wordt wakker, in een, een, uh, je, je woont in een appartement en dan kom je achter, ik ga niet te veel vertellen, maar je komt erachter dat je landlord um, mensen hun dromen beïnvloedt uh, met een machine. Waarom? De Dream Machine. Uh, om, uh, waarom? Ja, waarom zou de landlord het doen? ja vindt hij gewoon leuk ja oké okay. niet omdat ze ja. meer mensen meer huur betalen dan of zo nee 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 hij, okay. hij is gewoon evil ja soort ja. van ja. ja niet helemaal maar en dan ga je dus uh, mensen hun dromen in met die machine dan doe je een helm op en dan doe je een helm op die ander en dan kan je in hun dromen en daarom is het zo is het er drugs in uh, niet dat ik weet oké okay, nee het is niet een drugskamer oké okay, nee vet uh, maar op een gegeven moment zie je wel je eigen geboorte en zo. Het is echt super trippy ook. Yeah, yeah. Ja, ik hou van die psychedelische shit altijd. Nou, dit het voor What the Friday. Ja, uh. yeah, What the This Friday. Maar dit is deze. Als ik een waardeoordeel in de top 10 moet zetten, is deze wel sowieso één of twee. Echt? Ja. Oké, okay, nou, dat is, dat is vet. Ik, ja, de, de ik vind nog steeds de Witness-toffer hoor, maar ik vind dit, yeah? wel, dit is ook wel heel speciaal. Ja. Maar dit is meer. De Witness heeft, heeft een minder duidelijk verhaal. Vind ik. Dan moet je echt heel erg gokken wat het verhaal is. Ik ja. heb daarna ook zitten googelen van. Je wat... houdt van games met een verhaal. Ja. Oké. Okay. Want ja. dan wil ik doorspelen. Ik wil weten wat er gebeurt. Of wat, weet je wel. Ik hou van juist games die mij het verhaal laten bedenken. als een ja? blank canvas. Ja, dat, dat vind ik toffer. Mij. Ja, maar waarom, wat is dan je motivatie om al die puzzels te doen? Denk ik, puzzel ik dan. ook niet. Nee, oké. Okay. Nee. <laughs> maar je wil toch, als je nee, kijkt, als je een ja. puzzel oplost. krijg je weer een stukje van het verhaal. En okay. dat, dat, je, ja. dat is je reward. reward. Ja. ja. Maar dit is, je ziet hoeveel werk erin zit. Ja. Stop-motion is sowieso nou, veel. Hoe lag. lang is de game? Vet lang, er zijn chapters en die zijn ook na elkaar uitgekomen. Volgens mij zijn er zes chapters. Um, en ja, die zijn gewoon lang. Hé. Hey. Hé. Hey. Spoiler. Het. Dat is je volgende. Uh, Wat Celeste. Is je volgende? Oh ja, Celeste. Ja. Nou, die kennen veel mensen, denk ik wel. Ja, dit is een game die ik... Um, ik ben niet zo heel erg van de Pixel Art. Um, dus in eerste instantie dacht ik ook, en er staat er nog geen in met Pixel Art, dat ik in eerste instantie heel hu huiverig was om het te gaan spelen. Uh, maar ik volg een beetje de Global Game Jam en dat soort dingen en daar kwam dit uit. Uh, want ze hebben de eerste versie van Celeste hebben ze in 48 uur gemaakt. Wat knap. Op Jezus. een game jam. Ja. Um, en dit is echt uh, waar, waar mijn ego heel blij wordt van um, die doen. skills shit, yeah. Net als met Ori uh, dat ik hier gewoon goed in ben. Ja. Ik ben gewoon goed in dit soort games en da daardoor vind ik het heel erg leuk omdat ik vaak dingen waar ik niet goed in ben niet zo leuk vind. Nee, dat heb ik dus met dit. Ja. Yeah. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, ik kan hier echt. Dit is gewoon uh, te gek. Waarom is de artstijl van die, van die, van die, van die staf daarboven minder vet dan deze, deze sikke 3D, uh, uh, of niet eens, maar gewoon pixel art? Ik weet ik vind pixel art ik vind trekt dit. me gewoon minder. Dit niet, wat je nu ziet vind je er niet, maar waarom is, dat, waarom is die fucking shit daarboven niet cool? Misschien moet ik er gewoon aan wennen. Waarom, wat is dit? Ja, dat soort dingen. Fucking, uh, cheap fucking, ja, uh, cheap uh, Fiverr, AliExpress uh, 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 illustraties. Nee. Jawel, nee. Zo, zo vind ik het eruit zien. Maar het zijn indie game, jellen. Ja, nee, maar ik bedoel een soort van doe alles lekker in die pixels staan, want die is een oh, so. Ja, ja oké. Okay, maar er zit een soort van verhaal in over mental health en uh, dat soort ah. dingen. Want je beklimt een berg en uiteindelijk blijkt dat uh, je eigen reis te zijn in je ook je ontwikkeling in depressie en dat soort dingen. En is dat het een rock -like? Een berg is nee, het is oh, dat gewoon, dacht uh, ik. Nee. Hm. Nou ja, je kan wel oneindig doodgaan. Je hebt geen levens of zo. Je kan oneindig doodgaan. Uh, maar dan ga je gewoon terug naar een checkpoint. En dan... Ja, oké. Okay. Dan is het zeker geen rogue. Dat is game. Zeker geen rogue game. Heb je een rogue game erin? Ik heb vandaag? een rogue game. Ja. Zullen die dan, we die dan doen? Rogue Legacy. Ha. Een van de ja. eerste dan? Of ja. Niet? Uh, nou, Binding of Isaac. Ja, die staat er niet ja. in. Maar daar ben ik ook fan van. Uh, daar heb ik zelfs een kaartspel van. Dat moeten we echt een keer doen. Ja. Maar Rogue Legacy is, is uh, te gek. Een beetje die, die Castlevania-achtige vibe, weet je wel. Maar dan met heel veel humor. Uh, want je kan dus elke keer dat je opnieuw begint, is de castle is, is uh, regenerated. Ja, um, random ook. Ja, yeah. yeah. en, en die kan je lokken op een manier, maar dat is allemaal ook upgrades. Maar je kan je poppetje kiezen. Um, en daar zitten allerlei dingetjes in. Dus je kan kleurenblind zijn. Uh, je kan Vertigo hebben, dan is alles op zijn kop. Uh, je kan The One zijn, dan, heb je, dan lijkt alles op de Matrix. <laughs> en Voor de hele uh, game. Ja, totdat je play. doodgaat. Ja, ja. Ja, en dan moet je je geld uitgeven. Want zodra je weer het kasteel ingaat, lever je je geld in. Dus je doet een run die zo lang mogelijk is... zodat je zoveel mogelijk geld verdient. Ja. Dan koop je upgrades. En als je weer het kasteel ingaat, doe je je geld weer weg. In de upgrades? Weg. Ja, maar Daarom. in de upgrades. Ja, precies. Daarvoor. Je upgrade voordat je het kasteel weer ingaat. Um, ik en heb hier een keer een koptelefoon mee gesloopt. Want? Met dit spel, omdat ik heel boos was. Ah. Dit is de enige keer dat ik iets heb gesloopt met gamen. Dit spel. Dat Staat op is mijn hard. YouTube. Ja, ja, ja. <laughs> dat, is, dat is gemute ook, want het was uh, met Kaka. copyright music. Oh. Maar um, ja, was de, als je alle bazen je hebt, vier bazen uh, per zone heb je een baas en dan één grote eindbaas. Zeg maar. Ja, oké. Okay. En als je die hebt gedaan, dan hoe, hoe lang ben je er normaal gesproken mee bezig? Vet lang. Ik heb denk ik okay. 2000 uur in dit, in dit, dit spel. Want nee, dan dan heb je, Als al. je alles hebt verslagen, heb je een game plus. Doe even normaal. 1000 ja, ja, nee, uur? Ja. Ik heb dit al op vier PC's gespeeld, zeg maar in hoe lang ik dit spel al speel. Jezus. Ja, ik heb echt... Dit, 2000 Dit spel is weer. te gek. Ja, maar dit, hoe, hoe hou je tijd over voor andere dingen? Nou, nu, ik heb het nu al een tijdje niet meer gespeeld. Ah, misschien moet ik weer, weer beginnen. Want nee. Ik heb je het dus op mijn Switch, ik heb het op een Playstation en ik heb het op mijn PC. Ja, ik, ik heb het op nie, op genoeg gespeeld, dat, dat kan ik je vertellen. Nee, Rogue Legacy. zien. is genoeg. <laughs> dat is echt vet leuk. En je hebt ook eentje met IBS en elke keer als je springt laat je een scheetje. Sick. Dat soort dingen. Het, ja. gewoon, het slaat nergens op, maar het is echt super grappig. Ja, het <laughs> ja, is dat leuk gedaan. En als je ook barbarian bent... Ja, ik heb niet eens 2000 hier in Skyrim zitten. Ja. Maar ik, ik heb acht jaar fulltime gestreamd. Hè. Dus op zich maak je dan wel veel uren. Ja, fair enough. Maar dan zou dat ik zeggen dat je heel veel verschillende games ook doet. Maar... Nee. nee. <laughs> een paar games. Ik vind gewoon iets wat ik tof vind en dan doe ik dat gewoon altijd. Ja. Goede bezigheidstherapie. Ja, dit is echt gek. Ja. Um, moving on. Ja. Ori the Blind Forest. Die moet erin. Die stond ook in je uh, favorite games. Ja. Ja. Die moet erin. En niet alleen voor de... Is dus... dat wel een indie? Ja. Hmm. Absoluut. Ja. Ja. Waarom? Omdat Hoe ze carte blanche zou... hebben gekregen en een kleine studio, een kleine studio die carte blanche heeft gekregen van Microsoft. Ja, ja ik vind het wel in de game. Oké. Okay. Kijk, Microsoft heeft daar denk ik niet qua financiën wel mee te maken gehad, maar niet qua de ontwikkeling en het de, de, de design en de. Nee? Dat denk ik niet. Weet ik niet. Lijkt ja, me de, niet. Nee, ik, zou, ik zou daar als studio niet mee akkoord gaan als. Nee, als je een zak geld krijgt, dan, 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 dan piep je wel anders misschien, natuurlijk. Maybe. Ik weet niet of het een indie game is. Of ik het denk het dat een... dit een indie game is. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook jouw item. Dus jouw indie game. Dus dit dat is mijn uh... indie game. Ja. Uh, wel één. En ik vond twee minder leuk. Maar dat komt omdat ik niet zo fan ben van uh, Souls-achtige dingen. En twee, heeft dat minder. Uh, die heeft meer open world en zo. En dat, ik vind het heel fijn dat dit lineair is. Ja. Uh, omdat het ook zo moeilijk is uh, dat je niet. Vier uur progress wil kwijtraken. Nee, je kan uh. gewoon studeren, ook op de ja. levels en wat dan ook. Ja. ja, en ik ben dus goed in dit soort games, net als Celeste. Ja, um, dus ik vind het heel fijn. Ik heb een uh, uh, keer geprobeerd die hard, hardcore mode, dat je niet dood mag gaan en zo. En ik kwam nog best wel ver. Dus ik ben er best wel veel mee bezig geweest. En, en, en qua artstijl en muziek, vooral muziek, ja. is dit gewoon een te gekke game. Ik denk dat iedereen het met me eens kan zijn dat dit een hele toffe game is. Eigenlijk. Zeker. Ik ken niemand die dit spel niet chill vindt. Nee. Qua gameplay misschien, maar nee, ja, dan, dan. Ik, ik, ik zie een... de charme er onwijs van, ja, maar het precies. is niet per se mijn soort game. Ja. Maar uh, ik zie inderdaad en ik hoor ook van iedereen dat het een, En ik heb trouwens ook wel gespeeld, ik vond het leuk, alleen ik ben niet erg van een moeilijke platformstaf. Nee, uh, ja, maar, daar haal ik echt goede voldoening uit. Dan voel ja. ik me een goede gamer, weet ja, je wel. En dat, dat, dat heb ik, ik niet dus vaak. Nooit. Nee, nou, daarom, ik dus nooit. Dat, ik nee. voel me ook nooit een goede gamer. Daarom nee? ben ik, ik ben heel goed in character creators. Ah, ja. Daar ben ik gewoon heel ja. gedreven. <laughs> want ja, daar heb je het. Ja, je, je gaat het niet vrijdag halen. Elden Ring spelen, geloof ik. Ja, dat, ja. Uh, dat, wordt, dat wordt leuk. Ja, zelf kan snel de, 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 de controle naar koos. Echt zo. Um, nice. Ja, sorry als ik een beetje hyper ben of zo, maar ik ben heel enthousiast en dan ga ik vet snel praten. Maar, um, <laughs> even kijken. We hebben nog uh, Night of the Rabbit. Redactie is wel vet snel met die. Ja. ja. Ik, pop, heb, pop, ik pop. heb ze geen volgorde nee, gegeven. Pop, pop, pop. Dit is van Dedalic Games. Ja. Is, um, kan je raden wat voor game dit is? Dus misschien, uh... ga, ik zo, ga ik even op studeren nu dan? Het is een point. Ik wou net zeggen: een <laughs> point-and-click. Zeg uh, ja. Point ja, dit is van Dedellic. Zij hebben ook uh, Deponia gemaakt, bijvoorbeeld. Een van de beroemdste point and click Ooit? Deponia? Nee. O een van de beroemdste ooit. Een van de beroemdste point and click pas op games, denk ik ja oké okay. maar Toch? ja ik 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 niet Dit is gewoon uh, een, dit is zo mooi gemaakt het is allemaal handgetekend handgeanimeerd dat zie je ja het lijkt dit een beetje zo... op op zo Niels Hogerson ja. of wat dan ook gewoon iets iets een hele classic high budget ja. jaren negentig cartoon dit is echt heel vet en het verhaal is heel cool um, de voice acting is heel erg tof ik, ja, ik ben echt heel erg fan ik speel dit uh, vaker Anders. Ah, ik um, ja een soort Big Lebowski dingen, ja. uh, maar ik heb dit al drie keer uitgespeeld of zo in de afgelopen. Je ja, hebt wel verhalen natuurlijk, maar is het dan 50, wel leuk om dat nog? Ja, het zitten we echt heel mooi. Uit. Ja, want er zijn ook uh, je kan stickers verzamelen, je je kan environmental dingetjes. Er zit allemaal bonuscontent in, en er zit een luisterboek bij. Wat echt heel tof. Ik vind het echt. Terwijl je van... gamet of gewoon echt los iets? Nee, je verzamelt uh, hoofdstukken. Oh, en dan kan je hem uiteindelijk kan... luisteren. Ja, je kan uiteindelijk kan je dus in, een, in het menu gewoon in het begin selecteren dat je de audioboek wil. Uh, en het is, ja, ik vind het uh, heel goed, goed bedacht. En sowieso, het is net een, een prentenboek waar je doorheen ja, loopt. Ja, precies. Echt heel vet. Ja. Um, en met humor ook en zo. Maar de puzzels zijn best wel moeilijk. Hmm. Dat is wel. Uh, een... Leuk, dan dus juist. Ja. Vet, ziet er heel cool uit. Uh, even kijken, we hebben nog Moonlighter. Oké. Okay. Roguelike. Oh, ja. Yeah. En Pixel Art? Ik wou net zeggen: Oeh, ja. Pixel Art ook. Ja, als je dan art. Pixel Art uh, uh, doet, dan is, het, ja, Jesus, dan is het ook wel gelijk goed. Ken je dit spel? Nee, als in, ik denk het wel. Maar het gaat nu, ik dacht dat ik de naam hoorde: van ah oh ja, uh, dat alleen. Ja, nu gaat er een, niet een belletje rinkelen. Het is een beetje... Je hebt deze dungeon-achtige kant. Dat is een beetje Binding of Isaac-achtig. Waar, waar dat ook uh, random is elke keer dat je erin gaat. Ja. Um, maar uh, in tegenstelling tot andere roguelikes... kan je uh, recallen uit de dungeon, zeg maar. Dus je, het is niet pas dat je doodgaat dat je weer opnieuw in kan. Um, en dan uh, verzamel je eigenlijk loot in de dungeon. Die je later dan in het, in het dorpje kan je... Heb je een shop. Ja. En, dat is jouw shop. En daar verkoop je wat je in die dungeon hebt geloot. Ja, ik... ik, ik Oh, hoe heet het? Moonlighter. Oh, ik dacht blablabla bla, bla, shopkeeper of zo. En, want want dat, dat, dat is volgens mij is dit dus. Want toen Kevin hier uh, nog vaker uh, kwam, mm. besprak hij dus wel uh, in die staf. Ja. En ik denk dus dat, dat hij dit een keer uh, heeft, heeft, dat er dit een keer voorbij is gekomen toen. En dat ik toen ook bij zat. Dus daarom had ik zoiets van hem, maar ik herken dit. Maar het kan ook iets heten met blablabla met bla, bla, shopkeeper. Ja, is, en dat heeft ik, precies hetzelfde Ik weet ook concept. wat je bedoelt, maar ik weet ook niet meer de naam. Maar dan heb je dus maar hetzelfde. dat dus je, gewoon je in hebt een ja en dan moet je uitvogelen hoeveel het waard is. Dus eerst test je hem een keer. Van, als je hem um, voor 400 erop zet, dan lopen mensen langs en, en hebben ze een smiley van dat <laughs> is te veel. Of, ja, 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 ja. Uh, of als het te goedkoop is, dan uh, zijn ze vet blij. Um, en hoe, hoe, hoe zeldzamer het item is, uh, hoe duurder natuurlijk. Maar dan heb je een soort van shopmechanic en daar kan je dan ja. geld mee verdienen. Waar je upgrades mee koopt en dan kan Amazing. je weer vet die dungeon in. Dat is echt zo smart bedacht. heel erg En dat tof. zei ik toen ook al. En dat uh, ja, dat is uh, dat is dit is vet. Ja, ik vind het heel fijn. Um, het enige wat ik bij deze had is dat soms de controls een beetje klanky zijn in de dungeon, uh, maar dat is ook iets waar je aan wendt. Ik heb dit ook op meerdere platforms gekocht, omdat ik dacht ik gun gewoon die studio robbe <laughs> <om kost, mijn laughs> geld uh, uit mijn hoofd 20 euro. Maar... Ja, twee tientjes of zo, ja, ja, zoiets. Mag. Ja, ja mag. dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, maar ik heb dit dus op Switch en op PC. Uh, dat is ook Switch natuurlijk, ja. Dit is ja. echt een vette Switch game. Echt. Want Jammer alleen is ja. dus dat het niet zo goed bestuurt, want als ik dan... Ja, dat vind ik dat vind Nou, ik... dat komt neer omdat die roll, als je rolt, dan rolt hij in de richting waarop je ding op dat moment staat. Dus soms is dat een beetje, voelt dat een beetje raar. Maar verder is dit, uh, je moet er gewoon een beetje aan wennen. Het is de eerste tien minuten denk je, en dan daarna is het gewoon prima. Ja. Maar nice. dit zegt echt een game die ik iedereen zou aanraden. Ja. Ja. Die staat ook wel hoog op mijn lijst. Ja, ik ben benieuwd wat jij Mijn doet. jouw lijst. Mijn jouw lijst. Ja. Um, dan hebben we nog Korn. Ik weet niet of dat wel. Korn. En dit is gewoon mist. Ah. Maar dan... Een point-and-click. Je raadt het niet. Nee, dit is geen point-and-click. Mist? Nou ja, Als mist in... is point-and-click, maar dit is dus je loopt wel gewoon zelf. Oké, okay, ja, de nieuwe, de nieuwe wet. Het is nog steeds een point-and-click. Maar, maar je, gewoon je ziet het... gewoon ja. dat dit, deze mensen hebben zoveel liefde voor mist. Ja, ja, misschien. Nou okay, net niet ook de manier veel. waarop die beelden. Kijk, dit. Ja, precies. Die, die ronde daken en, en dat soort zelfde dingen. Hetzelfde kleurenpalet. Ja. Uh, dit is ja, bijna hetzelfde design dingen Maar dat is ook waarom ik het vet vond. Want ik ben. Dat is bij mij. Uh, je kan mist heel goed nadoen, maar ik ben zo. <laughs> Ik ben fan daarvan, ja. dat, dat het ook heel snel mis kan gaan. Nou, dat ik wou net zeggen, is het niet een beetje rip-off hier daardoor? Ja, nou dat vond ik dus niet. Ik vond het eigenlijk meer een ode dan een copy. Okay. Um, ja. En uh, de puzzels zijn heel tof. Niet zo moeilijk dat je echt geen zin meer hebt, weet je wel. Maar wel gewoon uitdagend. Ik vind het wel knap, want het is echt dezelfde soort belichting ook. En ja. hetzelfde, de, nogmaals die kleuren. Het is wel ja. ja, vet gedaan. Ja, je ziet gewoon dat ze zo... Uh, dit is gewoon, ja, Ik vond het dus een ode in plaats van een, een uh, stiel. Ja. Ja. Um, ik heb ook zeker vastgezeten in dit spel. En dat ik gemist ook vaak. heel vaak. Ja, nou, ik dat, ik dat van je God gewoon rondjes loopt. Wat, nou van, wat ja. heb ik gemist? Moet ik ergens op klikken? Dat hoort ook wel een beetje bij een leuke point-and-click-ish. Dat is dan niet point-and-click. hij is ja. rondlopen in 3D, maar je doet hetzelfde. Ja, als je er doorheen breeft is ook niet leuk. Nee, nee, nee ik vind dat juist heel erg horen bij Point of Lief. Van wat ja. wat heb ik gemist? Waar moet ik nog iets ja. klikken of, of iets vandaan halen uit welk laadje of wat? Precies, dan en dan heb ik altijd nog de chat die dan kan helpen. Weet je wel. Want ik ik zeg ook altijd tegen mijn chat van tot een bepaald niet googelen, ja. zelf nadenken ja, okay, en dan mag je iets coolere. typen. Maar als je het googelt wil ik het niet weten. Maar als je zelf hebt bedacht wat je ongeveer denkt... Dan denk je dat niet iedereen zich daar natuurlijk aan Ja, maar dat zie je meteen. Ja, als mensen hebben te Dus spot Of Of als we er echt niet uitkomen, dan zeg ik oké, één iemand mag het googlen. een van mijn mods of zo. Die moet me dan een hint geven. Precies, dat is leuk. Als iedereen zich daaraan houdt en luistert. Ja, dit is gewoon, ik kan dit echt twaalf uur lang op één stream gewoon door. Gewoon een kopje te is een lange games is wel. Ja, dat soort games zijn altijd best wel lang. Ja, ik ga er echt voor zitten. Ik vind dat, dat snap, echt heel ik. fijn. Een ja. Ja, precies. Gewoon ja? helemaal chill. Uh, even kijken, wat hadden we nog meer? Ja, heel veel hebben we er gehad, joh? Ja, we hebben er nog twee. Oké. Okay. Uh, Dan heb je nog twee kansen voor de beste indie-game ooit gemaakt. Dit wordt hem niet voor jou, denk ik, Cuphead. Nee, ik weet <laughs> ook niet of dat een indie-game is. wederom. Ja? Ja. Oh, jawel. Het is weer zo'n, zo'nzelfde Ori. Uh, Oké, okay, ja, ja. Dit is een indie-game. Ja, ja, als ze maar. Ja, ze hebben wel natuurlijk helemaal hun eigen ding gedaan. Maar. Ja, ze hebben nu ook een Netflix show, de Cuphead Show. Maar ik heb ja. dus de eerste twee afleveringen gekeken. Het is niet meer in die. Oh, dat was, ja, iemand zei van het is wel, het is wel aardig nee, ik dat vond Het doet, niet zo leuk. Nee, maar precies. Nee. Niet, niet zo sick als dat je de game had. Nee, nee, precies. Vond. Ik ben zo fan van dit dat ik dat, dat ik het me echt een beetje tegenviel. Waren de characters te veel uitgesproken, nu natuurlijk nu? Het was gewoon, nu... ze wilden graag die oldschool cartoon vibe. Uh, uh, recreëren van echte oude Looney Tunes ja, ja. en dat soort dingen. Maar ja, we hebben hier natuurlijk al een game van. Dus, ja. Eh, ja, alleen de, de, ja, ik vond het gewoon een beetje irritant en zo. De voices vond ik irritant. Ik weet niet. Ja. Misschien word ik te oud voor dat. Soort nee, dingen. of je had gewoon een andere voorstelling bij ja. hoe de characters zijn. Ineens krijgen ze een persoonlijkheid en een stem. En dat is gewoon niet hoe je het zelf had bedacht. Nee, precies. En als het gewoon inderdaad gewoon minder indrukwekkend is dan, uh, dan de game, dan... dan valt het altijd. Ja, valt ja. gewoon tegen. Maar de, maar de, de, de game ook zelf ook, uh... is echt een van mijn lievelings- blijkbaar uh, uh, schijnbaar moeilijke uh, platforms. <laughs> ja, je doet je speelt alleen maar moeilijke platforms. Ja, precies. En, ja, maar uh, dat vind ik fijn. Uh, uh, want dingen als Dark Souls of dingen, daar kom ik niet doorheen. Omdat uh, ik vind de bosfights heel tof. Want de cuphead is ook alleen maar bosfights. Ja. Um, maar de, de weg daartussen tussen twee bossen in is zo oh, iets, is bijna een langdradig hè, en punishing bij Dark Souls. Ja, hierbij ook. En hierbij niet. Jawel. Nee. Net zo punishing. Ja, oké, okay, maar als je van ene bos naar de andere bos loopt, dan zit daar niks tussenin. Het is gewoon een eilandje met wat poppetjes. En bij Cuphead heb je gewoon bosfights. Op die op. overview. Ja. Oh, je bedoelt bij, bij, bij de andere. Ja, ja. ja. Als Dark Souls alleen maar die bosfights had en daartussen geen, geen NPCs die je aanvallen, ja, dan had ik het chill gevoel. dat zijn ook bijna bosses. Die zijn ook moeilijk. Ja, maar dat is irritant. Want nee. dan denk ik, ja, maar ik wil gewoon naar die bosfight, toch? Ja, ja nee, laat me nee, daar nee. gewoon heen lopen dan. Ik wil gewoon in de kast gaan zitten in die game. Dat uh, <laughs> maakt niet shit. Dat... Ja, dat doe ik in, in uh, PUBG en zo. <laughs> gewoon ja. in een hokje. Precies, later. <laughs> ja. ja, dat kan maar, ik wel goed Ja, ik heb heel veel liefde voor Cuphead. Vooral door de artstyle en hoeveel werk daarin zit. Ja, ik zie want ik heb zelf game design gestudeerd niet Afgemaakt, maar ik heb wel, ja, <laughs> wel ja. gestudeerd. En toen wist je dat okay, dus ik is weet is gewoon moeilijk. hoeveel werk er in dat soort dingen ja. gaat zitten, net als met die klei-game. Ja, is gewoon... dat is helemaal sick. Dat is denk ik nog veel meer dan, dan, dan dit in, in hoe hij omdat je iets fysieks moet. Capture en dat ja, cup is uh, ook frame voor frame gewoon getekend. Ja, maar dat is daarom uiteindelijk inderdaad wel gewoon inderdaad gewoon uh, geanimeerd ge 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 door het frame voor frame te doen. Ik denk dat daar uiteindelijk minder die kan je veel reworken en wat dan ook ja, misschien nou, ook wel van als je van 20 views. fps opneemt, want die cartoons zijn vaak 20 fps. Is elke seconde die je ziet, zijn al 20 tekeningen. Ja, dat is bizar. Ja, maar ze, zijn, ze herhalen veel. Want ja, dat is de achtergrond en het poppetje doet, nou ja, weet je, ja, doet doet misschien fans. 40 dingen. Ja. ja, precies. En dat zijn 40 animaties, dus eigenlijk bij wijze van nou ja, 40 keer 20 of, of 40 uh, uh, framepjes. De achtergrond is altijd de achtergrond. Ja. Dus uiteindelijk, het is een steeds vet en veel dat werk hoor. en vet. knap. Maar, ja. maar ik denk dus dat die, die stop-motion, ik denk dat je daar veel meer manure nog in moet stoppen. Ja, dus dat Letterlijk. Uh, maar dit, dit uh, Cuphead, can, uh, can, uh, uh, ja, iedereen ja. kent dat wel. Ja, maar misschien vind ik een van de weinigen die het echt heel erg leuk vindt. Ik heb hem ook uitgespeeld op Expert. <laughs> ja. Ja, bizar. Dat staat ook met cv gewoon. gewoon. Ja, ook ergens inderdaad gewoon een, 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 een nou ja, het suffering uh, masochist uh, gamer. Daarom is, het, nee, maar daarom is het zo gek dat het dus inderdaad dat je niet. Dat de, ik ja. Daarom ik wil ze ook heel graag leuk vinden, maar ja, open nou ja. world sowieso niet mijn ding. En... Niet alles, juist, dit is de eerste nu pas, Aldermink is open world, de rest is. Ja. Ja. Ze noemen het af en toe open world, maar ik vind het gewoon, het is één het is een, een lange rit. Leidensweg. weg door, een, door, een, <laughs> Leidensweg door uh, ja of eigenlijk, ja, weet je, er zijn misschien meerdere wegen die naar Rome leiden maar uiteindelijk kom je altijd, weet ik wel, loop je altijd door een kasteel en dat is het. Ja. Vind ik. Ja, vind ik ook. <laughs> ja. De nee. um, laatste is Undertale. Faster than light, yeah, de beste ding die hij ooit gemaakt. Undertale. Hoezo <laughs> oh, so faster than light? Dat is de beste ding die game ooit gemaakt. Want dit is niet Undertale. Is dit niet Undertale? Ik wou net zeggen. <laughs> Breakt heel erg. Ja, het is nee, wel Undertale. Is, ja, maar dit is een andere Undertale. Een under, under, under Undertale. Uh. Dit is een Undertale. Oh, kijk, kijk hier. Nou, oké. Okay. We oh, hadden een rare uh, trailer oh, rare waarschijnlijk. Intro. Wat is dit? Waar zit ik nou weer naar te kijken? Ja, Twee dit is dus ballen? ook een voorbeeld van pixel art waar ik dus wel. Uh, ken je dit spel niet? Nee, gelukkig niet. Oh, je moet het echt. Ik glit nooit van mijn, mijn even spelen. heeft een vette playthrough hiervan. Oké, okay, dit is dus Nu is de eerste Dit is te gek. Ah, nee, nu is Undertale het weer, Je moet dit spelen. Ik heb er helemaal geen ruk van. Nee, je moet dit spelen. Ik kan het niet. Jawel. Nee, er gebeurt te veel. Er nee, nee. nee. Het is te gek en je komt een, uh, bijvoorbeeld een karakter tegen die heet Sans. Oh my God. En dan als, als, als hij als kijk hier, dit is uh, dit is lettertype Papyrus en die guy heet Papyrus. Weet je, dat soort grapjes. Een nee. comic, comic Sans. Oh, die maar guy wat heet... is dit voor een lelijke? Wat is het, ja, maar ik dacht dat dus... al. Oh, ik... Zijn het indie minigames? Is ja, dat wat wacht ik hier en... zie? Jezus, het zijn minigames. <laughs> <laughs> zijn het minigames. Nee. Ik ga echt mijn ogen beginnen te bloeden no. van dit. Ja echt. Laat me even uitpraten. I will try. <laughs> nou, ik, ik dacht dat dus ook. Toen ik, toen ik het zag, want ik heb eerst uh, op Twitch zag ik het voorbij komen. En toen dacht ik, ook, dit is echt niet mijn ding. Wat voor fuck is dit? Nee, het is echt gaat shabby. En ja, wel, Water Friday. Maar het is echt heel erg leuk. Nee, wat het is het? Is oprecht heel erg leuk. Minigames, het is, het is een, uh, een. ja, Hoe leg je uit wat Undertale is? Je hebt uh, ja, je speelt een verhaal door. In die en je loopt door een wereld. En dan moet je bijvoorbeeld keuzes maken of, of je iemand aanvalt of niet. En dan het, ont, het ontwikkelt. Je hebt een good ending en een bad ending en een neutral ending, zeg maar. Um, maar ik kan niet heel goed uitleggen waar het precies Maar Waarom over zie ik zoveel verschillende dingen door elkaar? Verschillende ja, gameplay dingen. Gewoon, dat is een keuze. Het is wel allemaal pixel art. Tenminste, het meeste is en ja, sommige, Een soort collage met foto's soms en zo. Het is, het is heel experiment. Ik ken geen enkele game die erop lijkt. Gelukkig. Maar niet ik ben nee. echt fan. En ik was pas fan nadat ik hem heb gespeeld. Deze was daarvoor... er op 12. Dit, nee. Dit <laughs> kan je mij beloven dat je hem een keer gaat spelen? Nee, nee, zeker niet. Ik wil <laughs> dus het echt, echt nooit van mijn leven oh. spelen. Misschien dat jij een keer J.J. kan overtuigen. Nee, om kunnen mij mensen daarvoor... in de comments ja, jou overtuigen misschien van Undertale? Want het is echt... Ik nee, zie alleen je wel... maar doordat J.J. mij forceert om dat item op vrijdagmiddag of wat dan ook gewoon in een stream uh, die game te spelen. Dan, dan kunnen we JJ? het zeker doen. Maar... Luister je mee? Vast. <laughs> kunnen we een keer Undertale spelen? Jezus. Ja, maar ja. echt. Ik, ik, sfeer, ik weet niet wat... Voor... Ik wil op, opzoeken wat de reviews zijn qua cijfers, maar het is, uh, het is echt Je hoeft leuk. niet naar cijfers te kijken hier. Dat, dat doen we niet. We, alleen maar ervaringen doen okay. we hier. Maar het is echt En voor heel in jou leuk. is het amazing. Ja. ja, maar misschien als je niet van veel lezen houdt, want het is wel veel lezen. Dat weet je, daar dat, ja. hebben we het vandaag in een andere review over gehad, hou ik niet zo van. Tenzij het een heel cool geschreven verhaal is, maar het is meer het is dat gewoon ik, heel ik kan niet tegen heel veel verschillende artstijlen door elkaar, dat vind ik heel lastig. Oké, okay. ja het is, het is ja, ik kan niet uitleggen hoe, ik kan... Ik... Als je het hebt gespeeld, snap je waarom ik het niet kan uitleggen waar het precies ja. over gaat. Want het is zo'n clusterfuck aan, aan ik, ja. impulsen en dingen die gebeuren. En opeens een muur die beweegt of met je gaat praten. Of weet je, het is. Ik kan niet zo goed uitleggen waar het over gaat. Maar ik, ik kan wel uitleggen dat het, dat echt het heel, heel erg tof is. is. <laughs> ja. Ja, ja, vind okay. ik. Maar ja, misschien is het helemaal niet jouw ding. Um, nee. Maar ik. Faster light is dus mijn yeah. favoriet. Maar die, dat, wat is dat dan? Ken je dat niet? Nee. Ja, die hebben we nu dan dus geen beelden van. Maar dat is een, een top-down. Space, um... V vrij absoluut is geen verhaal het, het, je moet door uh, hoe noem je dat? Door, door een, um, een universum een stukje space uh, tra traversen. je hebt stages en die stages zijn allemaal random generated en je crew is random kan je random recruiten. oh is dat de, um, je ziet dat ship van bovenaf met ja, de hokjes. en ja dat, uh, inderdaad uh, dat je brood, brood. iemand in de engine of in de in de machine room of in de in de in de security mensen aanstellen dat soort yeah. soort. en het is dus ook roguelike. dus elke player is in principe anders yeah. aan de hand van je crew en, van, en het pad dat je kiest uh, en daarin er zit dus in principe geen verhaal, al behalve ga naar de andere kant, kom naar de andere kant van het, van het Waarom heelal. is dat de beste in de game ooit? Omdat ik me dan gewoon... Het is heel knap dat je, dat je mij een, een star captain laat voelen uh, met een top-down pixel game. Ja. Dus ik ben gewoon full-on op dat moment fucking een, een, een captain. Uh, ja. en, gewoon, en ik maak mijn eigen verhaal in, in iets dat er gewoon pixel hard... Ja, ik vind het heel knap als ik gewoon ja. lost ben, dat ik gewoon escapism heb uh, uh, en, en daarin uh, uh, zit. Ja. Dus het, dat, dat nou, misschien moet mij. ik die ook eens gaan doen. Maar ik hou echt van verhalen en dingen. Dus. Ja, dat zit er niet echt in. Nee. Dat, moet je zelf, dat moet je zelf in je hoofd maken. Shit. Oh shit, we worden Maar ik speel soms zelfs dat. Is, Baba is you heeft ook geen verhaal. Dat vond ik ook een leuk spel. Weet je wel, dat ja, nee, maar daarom is dus het gebeurd. Ja. Dat, dat, dat is net zoals dat ik uh, ook wel wat, uh, heel af en toe wat, wat uh, platformers kan, uh, kan hebben. Maar, um, wat, was, wat was ook weer je allereerste game? The Witness. Ja, ik denk dat dat mijn ja, favoriet is. Ja? Er zit wel een verhaal in, maar niet echt heel Ja, maar daarom. Dus dat, dat voelde ik gelijk. Ja, dat, maar er uh, zitten het, wel yes, uh, we filosofische dingen in. Dus bijvoorbeeld dat, dat de schaduw van iets uh, lijkt alsof iemand aan het jong leren is, terwijl als je naar het beeld zelf kijkt, is hij niks aan het vasthouden en zie je drie dingen in een boom die dezelfde schaduw kasten. Er zitten wel filosofische dingen in en extra unlockable content met filmpjes die je dan in een soort bioscoop area kan kijken. En daar Als zit een de... art projection ja. ding. Ja. En daar zitten dus ook dingen in, bijvoorbeeld Alan Watts zit er. Ik weet niet of je Alan Watts kent. Misschien. Um, bekende uh, spreker op het gebied van filosofie en mindfulness okay. en dat soort dingen. Um, die, die zit erin bijvoorbeeld en er zijn allerlei ideeën. Die, die hij erin heeft gestopt van: Ga dit maar even, ga hier maar even over nadenken. Ja, precies. Ja, vet. En dat vind ik tof. Ja, dat ja. vind ik ook tof. Ik vind het een vette lijst. Ja, ja zeker. Ja, ik vind, ja zit ook ik wat zo behandeld. Denk ik dat er wel een patroon in zit. Maar voor mij is dit gewoon ja, platformers en, en, en uh, putting clicks. Ja, dat is het. Ja, dat, uh, maar en, en een paar uh, vond ik echt heel erg vet inderdaad. En qua qua paar, indies dan, dan in ieder geval. Want ik, qua normale of normale, qua, qua alle games, alle games vind ik bijvoorbeeld God of War ook een van de tofste dingen. De laatste. Ja, maar daar heb je al een item over. God of Boy. Boy. Nee. Heb je dan nooit aan Je hebt toch dus nee. een item gemaakt met jij over de beste, jouw beste games ooit? Ja, maar dat daar stond Grad dan weer niet in. Waarom niet? Omdat dat een, dat een nostalgie-item. Oh, oké. Okay. Dus dat was meer um, ja, nou, Crash Bandicoot en check Dan en kom je hier over een paar weken weer terug en dan hebben we het over jouw favoriete games. Nee, uh, <laughs> niet indie klar. games ooit. Dus nu is het al klaar. Ja? Maar, je hebt ik, nog veel ik, lijstjes hoor. Ja, ik wil die je wel indie. Games. Ik wil wel meer indie games doen. Ja, Want misschien is wel meer. je merkt hoe hyper ik. Ik word gewoon hyper van dit. Ja, maar je, ja. misschien is komen er zoveel uit dat je bijvoorbeeld een maandelijkse update kan doen van de vetste indie games van. Nou, we kunnen in ieder geval één indie game per maand pakken om te reviewen die uit is gekomen. Dat zou je Want volgens mij krijg jij heel veel mailtjes van indie game-studios die ja. uh, de spotlight uh, graag. Dat is. Zouden... Uh, nou ja, dat zou dus eigenlijk nog veel vaker moeten en kunnen doen, maar, ja. maar uh, dat gebeurt inderdaad zeker. Dus ja, op dat Gamescom en zo ging ik ook altijd naar die indie game hall en dan hé, hey, hoi, ik ben een streamer. En dan kreeg je van iedereen kies. Ja, 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 en dan ging ik gewoon ja. naar huis weer naar Gamescom en dan zat ik gewoon maandenlang alleen maar die games te spelen. Dat was ja. Smart. Dus er smart echt business. Veel uit. Ja. ja. En hebben ik ze... vind het ook uh, dankbaar werk. Als in als jij een in indie de... game streamt, dan zit vaak de developer in je chat of ja, met, ja. weet je wel? Het ja. is gewoon heel erg leuk om een persoonlijke connectie te hebben met dat met dat soort dingen. Ja, snap ik. Misschien dat er uh, nog wat kijkers ook uh, suggesties hebben voor hun uh, favoriete of eigen games die jij misschien... Ken, ken je alles? Of, of zijn, er, nee, zijn er games die niet. je gewoon... Nee, maar ik bedoel, hè, over het algemeen, een soort van... Zijn uh, er sowieso mensen... de meer moderne, want dit is allemaal niet de afgelopen maanden uitgekomen. Nee, precies. Zo. Dus misschien de wat modernere dingen. Als je nu dit lijstje ziet, dat je denkt, oh dit moet er echt in. Wat, wat twee maanden geleden is uitgekomen of iets. Want ik heb de afgelopen paar maanden minder, al minder tijd nee, gehad ja. om, om uh, dingen uit te zoeken of nieuwe dingen te vinden. Uh, eigenlijk alleen mijn broertje die af en toe appt van, hey, je moet even dit... Fast in the light spelen, yeah. Die speelt alleen maar Tarkov. Oh. <laughs> en zo, je moet even dit Nou, ja. niet alleen maar, maar ja. Cool. Nou, uh, inderdaad. Dump in de uh, uh, comments. Uh, yeah, ja, let me even, know. Of uh, uh, suggesties voor uh, Shanna. Um, thanks voor deze mooie lijst. Thanks.